Dames en heren, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Alweer aflevering 7. Waarom weet ik dit nooit? Hoe moeilijk is het? Ik denk aflevering 7 van mijn F1 2021 My Team Career Mode video. De spanning is om te snijden in het echte wereldkampioenschap. Zeker na de race van afgelopen week in Brazilië. Deze week staat er weer een Grand Prix voor de deur en wij gaan ook doorrammen. Als wij er vandaag 1000 subs bij krijgen, beloof ik overmorgen een nieuwe Formule 1 te uploaden. Ik weet niet wat ik nu ga beloven, maar we gaan het gewoon doen. Zoals je kan zien is mijn achtergrond wat veranderd. Kijk, ik heb hem eindelijk binnen. Ik heb de replica van de helm van Verstappen. En hiermee won hij de Grand Prix van Nederland, waar ik bij was in Zandvoort. Dat is wel echt een sick aandenken. Althans, ja, hij won hem niet letterlijk met deze helm. Het is een beetje te klein. De hoop van Max is denk ik wel wat groter. Maar ja, de officiële replica. Ik vind het echt knijtergruwelijk, dat ding. Ik zag dat hij er ook een had van de Grand Prix van Brazilië. Nou, ik zat echt te twijfelen om die ook te halen. Als wij inmiddels een evenementje hebben, en of we krijgen er 2500 faam bij voor onze tweede coureur, of zijn focus gaat omhoog, dan moet ik zeggen dat Matsushita fantastisch aan het presteren is de afgelopen weken. En we zijn op dit moment level 10 geworden. En dat is genoeg voor een nieuwe sponsor, dus we gaan gewoon voor die focus. Laten we hopen dat hij wat hoger rated wordt, dat hij wat beter gaat presteren, want we hebben het nodig. Zo gezegd, we zijn level 10. Wat betekent tijd voor een nieuwe sponsor? De hoogste doelbonussen, dus op het moment dat je opdracht haalt. Kijk, 10 constructeurskampioenschappunten, dat ga ik toch niet redden. Maar daaronder de hoogste doelbonus is beantwoord 4 interviewvragen. Ah, ja, die ga ik gewoon lekker nemen. Dus heeft dat mijn ene sponsors doel is 2 vragen beantwoorden, de andere 4. Nou, hele denderende opdrachten, maar goed. Ze geven wel echt knijter van geld, dus dikke prima. Ik heb letterlijk op elke afdeling mijn capaciteit bereikt, behalve op de aerodynamica. Dus ja, ik moet eigenlijk al deze upgrade gaan doen. Komt dan van Hongarije binnen. Een grote upgrade aan de downforce voor de tertiaire vleugelflappen. Verder hebben we maar 2 dagen tussen de Grand Prix van vorige aflevering in Frankrijk en nu. Er komen wel dampers binnen. En die dampers, zijn het dampers of dempers? Geen idee. Die zorgen voor minder bandenslijtage en er was 0% faalkans. Dus ik wist ook zeker dat ze zouden komen. Ja, that's it. That's it voor wat er nu gaat gebeuren. Ondanks dat ik in zo'n klein weekend toch een klein sprongetje maak, zijn er andere teams, ik noem even Aston Martin en Alpine, die nog sneller ontwikkelen dan ik. Maar eigenlijk een beetje weer terug aan het inhalen zijn. Dat is niet heel lekker. Alpine is me voorbij, Aston Martin net niet. Vorige Grand Prix hebben we punten gepakt. Dat niveau willen we vasthouden. En dat begint natuurlijk allemaal met het neerzetten van een goede training. En dat doen we. Wederom halen we alles. Krijgen we 950 resource points. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, het is echt geen prestatie om alles te halen. Want je kunt zelfs een deel door de computer laten doen. Maar het gaat even om het idee. We halen alles. We krijgen echt alleen maar kortingen aan de MGUK en aan het cilinderkop. Dus op zich, ja, is het allemaal een beetje hetzelfde. Maar die upgrades worden straks wel heel goedkoop. Als we zien dat het in kwalificatie droog blijft. Althans, dat is de voorspelling. Na een half uur is er 14% kans op regen. Dat zou dus zijn aan het einde van Q2. En misschien dat het in Q3 gaat regenen. Want na een uur is er 60% kans op regen. Maar ja, over een uur zijn we al klaar. Dus goed, dat is dan maar de vraag. Dan moeten we wel heel eerlijk en realistisch zijn. Q3 halen wij waarschijnlijk toch niet. Dus de kans is groot dat het voor ons gewoon lekker droog blijft hier in Oostenrijk. Als wij onze eerste tijd gaan klokken, ons eerste rondje rondom de Red Bull Ring, doen wij hem 1 minuut 5 en 5/10. En dat plakken we eigenlijk gelijk een rondje achteraan. En ik moet zeggen, ik neelde net bocht 1 echt. Dat zie je hier ook. Want gelijk in die eerste sector verliezen we al bijna 1/10. Als wij hier vervolgens door bocht 6 en 7 komen en net buiten de baan. Oh, nou eigenlijk niet net. We gingen er best ruim buiten. En dus een tracklimit krijgen. En dus telt onze ronde niet. Gaan we naar binnen en pakken we de nieuwe band voor een tweede sessie. En zien we dat we terug zijn gevallen naar de 19e plek. Achter mijn teamgenoot Matsushita, die 18e staat. En het moet dus echt een stuk beter als je wederom ziet dat ik 1/2/10 verlies in die eerste sector. Want zo goed als ik hem eigenlijk de eerste keer deed, zo goed heb ik hem de hele kwalificatie niet meer kunnen uitvoeren. En ik wist wel dat er tijd viel te winnen, met name in eindsector 2 en in sector 3. In bocht 6, 7 en 9 en 10. Daar was er voor mij tijd te winnen. Dus op zich lekker dat we nu ongeveer gelijk lopen. En hier zie je dus ook dat we in bocht 6 best wel wat pakken. En in bocht 7 nog wat van die voorsprong meenemen. Maar nog steeds was het niet perfect. En het ding is, Oostenrijk is maar een klein rondje. Dus het wordt hier echt beslist op 10e, misschien zelfs 100ste van seconde. Ook hier gaan we ver buiten de baan in bocht 9. En dit is een hele bijzondere tracklimit. Want als je net buiten de baan gaat, dan is je de tijd ongeldig. Terwijl dat wij met een 10e verbeteren naar 1.54. Maar als je dus net buiten de baan gaat, is het tracklimit. En op het moment dat je echt ver buiten de baan gaat, dan boeit het opeens niet meer. Terwijl dat je er dan nog steeds best wel voordeel van hebt. Als we hier inmiddels 2/10
beter lopen dan onze vorige tijd. Blijven we nu wel binnen de lijntjes. En je ziet wel dat het ons dan een tiende oplevert. Dus misschien dat het daarom niet telt als tracklimit. Omdat je er geen voordeel aan hebt. Ik heb geen idee. We verbeteren onze tijd uiteindelijk nog met bijna 3/10 naar een 1.51. Geeft ons voor nu plek nummer 14. Maar als dan de sessie voorbij is. Want er was nog wat tijd. Ik had geen benzine meer. Kon geen rondje meer doen. Zien we dat we wederom niet redden om naar Q2 te gaan. Net zoals Matsushita. Die wordt 17e en ik 18e. Welkom in de prachtige bergen van Steiermark voor een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de Grand Prix van Oostenrijk. Normaal vertelt Olaf een heel verhaal, maar dit was het voor vandaag. Dus goed, bedankt voor de toevoeging. Als je ziet dat ik dus geen raceprogramma heb gereden in mijn training. En je kunt dat niet zelf kiezen, maar daardoor kan ik dus geen gepersonaliseerde racestrategie maken. Waardoor ik maar gewoon met de standaardstrategieën ga. En ik dacht, weet je wat, we kiezen gewoon de twee stop. En we beginnen gewoon op softs, medium soft. En we zien wel wat de rest doet. Want waarschijnlijk is de één stop sneller. En we kijken ook een beetje, misschien gebeurt er wel iets met weet ik veel wat. Als inmiddels de 5 rode lampen uitgaan en we zijn onderweg. Eigenlijk winnen we, verliezen we niks bij de start. Als we aanremmen voor bocht 1, komen er allerlei brokstukken van achter ons voorbij vliegen. Zien we ook Giovinazzi zichzelf verremmen. Wij gaan hier via het hazenpad. Krijgen gelijk de melding dat Nikita Mazepin bocht 1 niet gehaald heeft. Ik moet mijn positie teruggeven aan Raikkonen. En ook Sergio Perez ligt uit de race en er is een safety car. Holy fuck, wat een start. We kijken nogmaals even naar de start vanaf een andere hoek. Als we ons focussen op het achterveld, dat is waar wij zitten. Dus nog niet even naar de crash van Sergio Perez. Zien we hier dat bij het aanremmen Schumacher helemaal naar binnen komt. En dan vervolgens klapt Mazepin gewoon achterop. Ik ga dan helemaal buitenom. Dan zien we nog wel wat kleine brokstukken vliegen van voorvleugels. En hier moeten we dan de positie teruggeven aan Raikkonen. Omdat we hem inhaalden, sowieso buiten de track. Wat niet mag, maar volgens mij ook nog tijdens de safety car, wat sowieso al niet mag. Dus we geven netjes de positie terug, is er niks aan de hand. Als we meekijken met Sergio Perez, die echt een fantastische start heeft vanaf P2. Beter weg dan zijn teamgenoot Verstappen, maar ze rijden daarna vervolgens gewoon vol tegen elkaar aan. Hij tikt de muur, maar alles breekt af en het is voorbij. Hier zie je nogmaals dat Hamilton en Verstappen eigenlijk gewoon de racelijn nemen. En daardoor komt Perez op een plek waar je niet wil zitten. Die gaat twijfelen en stuurt dan in op de Nederlander. En crasht gelijk in bocht 1. Eigenlijk vanaf de eerste plek. Hier nogmaals, Mick Schumacher die helemaal naar rechts komt voor ons. En dan is het ja, gewoon Mazepin die niet remt of zo. En vervolgens zijn hele auto crasht en niet meer verder kan. Dan kijken we ook nog even mee met Lewis Hamilton. Die een gridstraf heeft gekregen en als 12e start. En let goed op links onderin bij zijn voorvleugel. Hij gaat hier over dat gele broodje heen. Sowieso komen de brokstukken voorbij geschoven. En als je nu links onderin kijkt, zie je dat hij ook schade heeft overgehouden aan zijn voorvleugel. Als inmiddels einde van rondje 3 de safety car naar binnen gaat. Ik heb mijn banden goed op temperatuur. Ik krijg het de laatste tijd wel aardig voor elkaar. Ik doe maar wat, maar het werkt wel op een manier. Beetje aan driften en zo. Lekker aan het sturen. Maar alles is goed op temperatuur. We zitten achter Kimi Räikkönen op plek 15. Beseft dus dat Lewis Hamilton maar net voor ons zit op plek 11. Als dan de herstart is. En ik kon zitten slapen, want mijn banden waren op temperatuur. Ik heb nog wel eens dat ik op mijn gas ga en dat je gewoon voelt dat je geen grip hebt. Was nu totaal niet het geval, maar ik zat gewoon te slapen. En daardoor kan ik dus eigenlijk niks doen bij de herstart. Geen aanval plaatsen op Räikkönen of wat dan ook. Maar een rondje later moet ik toch wel zeggen dat mijn race pace stukken beter was dan die van de Alfa Romeo. En dan blokkeert Räikkönen ook nog in bocht 1, verremt zich. En dan ja, hebben we een vele malen betere exit. En dan is het eigenlijk piece of cake. Loopt die Honda motor toch wel een stuk beter dan die van de Ferrari. En pakken we hier bij aanremmen bocht 3 de fin. En schuiven we op naar plekje nummer 14. En voor ons zien we gewoon Stroll is aan het vechten. Samen met Vettel zit daar Tsunoda en Lewis Hamilton. Lewis Hamilton zit daar een beetje klem. Heeft natuurlijk wat schade aan zijn voorvleugel. Dat zal ook meespelen. En het blijkt maar weer dat die Mercedes gewoon niet zo goed is in de vuile lucht. Maar er is meer aan al. Let op, rechts onderin nu op de voorvleugel van Lewis Hamilton. Dus op P10. Pam! Weer een stukje schade. Dus links heeft hij nu schade en rechts weer. Wat dit precies, hoe dit tot stand kwam, geen idee. Misschien lag daar iets. Misschien was dat nog van de start. Ik heb geen idee, maar Lewis Hamilton hier nu verder met een kapotte vleugel eigenlijk aan beide kanten. Als wij inmiddels zijn aangesloten bij Lance Stroll, die dus daar voorheen nog een beetje aangesloten was met Vettel en Tsunoda. En Hamilton lijkt nu wel een beetje los te komen van die mannen. Als ik in mijn oor hoor dat er een nieuwe strategie is en ondertussen naar deze herhaling kijk van mijn aanval op Lance Stroll. Mooie herhaling vond ik die de gamer gaf. Ik dacht, nou, die nemen we even mee. Hier buitenom bij bocht nummer 4. Niet echt een plek om, ja, waar inhalen echt vaak goed rendement geeft. Vraag maar aan Albon. Wie ging er dit jaar nog meer af? Of ja, Albon was alweer 2 jaar geleden. Dit jaar ging nog eens er daar af. En
Ja, daar gebeuren wel eens dingen in die bocht. Als zij dus ondertussen ook nog kregen van mijn team van... Yo, we gaan strategie wisselen. Dus gebeurde opeens heel veel dingen tegelijk. Je ziet hier dat ik de strategie ook wissel naar een 1-stop. Ja, dat was logisch ook. Want 1-stop was volgens mij al sneller. En nu hebben we natuurlijk ook nog de safety car gehad. Dus je banden gaan langer mee. Dus die 1-stop ging makkelijk. Ik denk ook dat bijna iedereen op de 1-stop gaat. Als wij hier inmiddels weer aansluiten bij Vettel en Tsunoda... die met elkaar aan het vechten zijn. En omdat iedereen voor ons constant aan het vechten is... hebben we heel makkelijk aansluiting. En dan vervolgens heb je 3 stukken DRS... en kun je gewoon prima bijblijven met al die auto's. Als wij hier aanremmen voor bocht 1, Vettel in de twijfel, komt in de squeeze. En we pakken 2 posities in 1 klap. Gaan van plek 13 naar plek 11. Besef, wij starten als 18e. En inmiddels rijden we gewoon op de 11e plek als Vettel aan onze binnenkant kwam. Die knepen we mooi af. Helaas konden we Tsunoda niet afknijpen. Die remmen we iets later in bocht 3. En uiteindelijk hebben we dus definitief de 2 posities te pakken. En schuiven we dus echt op van plek 13 naar plek 11. Een heerlijke inhaalactie. Dus we kijken hem nog een keer. Want wat deed Vettel nou precies? Die ging daar aan de binnenkant om eigenlijk te verdedigen voor op Tsunoda. Maar ik was Tsunoda weer aan het aanvallen. En toen kwam Vettel een beetje in een soort twijfelachtige periode. Hier wilde hij naar binnen, maar kneep ik hem gewoon aan de binnenkant af. Kon hij me uiteindelijk ook niet voorbij. Tsunoda wel nog via de buitenkant, maar die remmen we er gewoon uit hier in bocht 3. Want ja, ik zat daar aan de binnenkant. Dan laat je hem gewoon wat breder uitlopen. Geeft hij mij de ruimte, zijn we er voorbij. Maar hier, vanaf de auto van Vettel, je ziet hem een soort van half inremmen, sturen, twijfelen. En vanaf zijn voorvleugel zie je dan, ja, hij komt gewoon in de sandwich. Hij kan ook een kant op. Ik bedoel, ik kan niet verder naar binnen. En Tsunoda zat al aan de buitenkant. En dan is het rip. Voorvleugel voor de Duitser. Moet hij een pitstop gaan maken? Gaat hij automatisch naar de 2-stop-strategie? 2-stop-strategie? Jezus, probeer dat woord maar eens snel uit te spreken. Maar nog erger, hij verliest natuurlijk super veel tijd door die nieuwe voorvleugel. Als wij inmiddels gaan aansluiten bij, jawel, daar rijdt hij, Lewis Hamilton. En dan denk je, hoe kun je aansluiten bij Lewis Hamilton? Die rijdt toch in een Mercedes? Ja, nogmaals, hij heeft al schade aan zijn voorvleugel. Maar daarbij wordt hij nu gewoon opgehouden door de vechtende Alonso en Ocon. En zo gaat dat eigenlijk al de hele race voor mij. Iedereen, ik zei het net ook al, iedereen voor mij zit elke keer te vechten. En dan kun je er gewoon best simpel naartoe rijden. En met je DRS kun je ook best die voorsprong nog redelijk vasthouden. Als hier iets heel raars gebeurt in bocht 9, dat is sowieso lastig als er iemand naar binnen gaat. Want dan, ja, dan komt er gewoon Harris en Alonso gaat naar binnen in rondje 10. En ik zei net, ik denk dat er niemand op de 2-stop gaat. Maar Alonso doet dat wel. Hij heeft maar 10 rondjes op die softs gereden. Oké, heeft hij in de top 10 gekwalificeerd? Misschien dan wel, dan heeft hij er ook nog op gekwalificeerd. Goed, maar daarvan zijn er ook nog eens 3 rondjes achter een safety car. En waarom zou je in godsnaam een 2-stop doen? Het is nergens voor nodig. We gaan nu zien wat er sneller is. Want Alonso zat natuurlijk net voor mij toen hij naar binnen ging. En de vraag is die 2-stop, is dat wat? Alonso was de eerste man die het hem deed. Maar een rondje later zien we hier ook Pierre Gasly naar binnen komen. En die crasht dan met Carlos Sainz. Dit is wat ik net zei. Zoveel voorvleugels sneuvelen daar in die laatste bocht. Omdat de racelijn hetzelfde is als de pitlijn. Alleen dan ga je veel trager in. Klappen ze op elkaar. De AI kan dat niet handelen. En ook Raikkonen doet overigens de 2-stop. Als wij een rondje later dus zien dat, jawel, Carlos Sainz naar binnen is. Wij zijn aan het jagen op Esteban Ocon. En krijgen hier een track limit. Wat ik niet snap, want volgens mij had ik nog gewoon 2 banden op de weg. Maar goed, ik sneed de bocht een beetje aan. Toch nemen we die snelheid mee. Betere exit speed. En dan aanremmen bocht 1. Hebben we Esteban Ocon te pakken? Uiteindelijk wel. Het was nog even spannend. Maar we zijn er uiteindelijk voorbij. Schuiven dan op naar plek 7. Omdat natuurlijk Carlos Sainz binnen is. Omdat hij een nieuwe voorvleugel moest halen. Aangezien hij die kapot heeft gereden op de pit en de Gasly. Dus op dit moment rijden we 7e. Wetende dat Carlos Sainz, die hier als 17e naar buiten komt, Fernando Alonso, die daar voor zit, Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen als enige op de 2-stop zitten. En Giovinazzi heeft volgens mij ook schade gehad, dus zit daardoor automatisch ook op de 2-stop. Maar die mannen dus op de 2-stop en de rest allemaal een 1-stop. Maar voor de time being rijden we dus op dit moment 7e. Waarbij ik wel rekening mee moet houden dat Gasly blijft zeker voor me. Dus ik denk dat we nu eigenlijk effectief netto, zeg maar, laten we het zo noemen, netto op de 8e plek rijden. Als wij in de 17e ronde pas naar binnen gaan worden gehaald door ons team. En in de 15e ronde gaat de rest. Het is bizar, ik word constant geundercut. En jawel, weer entry pitlane. Norris klapt achterop Charles Leclerc. Je ziet het nogmaals. Dit is gewoon omdat die lijnen over elkaar heen lopen en de AI dat niet begrijpt. Ik snap niet wat daar gebeurt. Leider in de wedstrijd, Max Verstappen, komt binnen samen met dus nummer 2 Charles Leclerc. Nummer 3 Bottas rijdt wel nog door. En ook bijvoorbeeld Ricciardo komt binnen. En Norris dus doorgereden met schade. Lewis Hamilton komt ook binnen. Ik zat 2 seconden achter Lewis. Onthoud dat even. 2 seconden achter Lewis. En ook de mannen achter mij, Tsunoda en Ocon, komen binnen. Allemaal 1-stop, allemaal soft medium. Geen gekke dingen. Behalve dus die paar man die 2-stop gaan doen, is het voor de rest iedereen hetzelfde. Als wij hier dus inmiddels naar de derde plek gaan, omdat dus alleen Bottas en Norris nog niet binnen zijn geweest. En verder iedereen voor ons een pitstop heeft gemaakt. Maar
Ik snap niet dat mijn team mij altijd in een undercut duwt. Als in dat anderen mij undercutten. Ik lag 2 seconden achter op Lewis Hamilton, hè, voordat ik de pitstop inging. En moet je kijken wat er gebeurt. Hij rijdt voor mij en toch gaat hij eerder naar binnen. En ik verlies dan zo ontiegelijk tyfus veel tijd. Als we hier inmiddels Bottas ook binnen zien komen. Die gaat dus in hetzelfde rondje als ik. Die wordt ook zwaar geundercut door Verstappen en Leclerc. En hier dan ook Lando Norris binnen. En ik zei al, hij moet natuurlijk een nieuwe voorvleugel halen. Omdat hij hem kapot crashte op Charles Leclerc. Ik kom hier voorbij. Maar ondanks dat, kun je nagaan hoe ver ik achter lag. Ondanks dat Norris een nieuwe vleugel moet halen. Ik moet nog stoppen. Dus Norris blijft wel voor mij. Maar net voor mij. Hij lag natuurlijk eerst 15 seconden voor. En nu nog maar een paar. Als wij hier de pit exit hebben, Hamilton is dan al voorbij. En ook komt hier Carlos Sainz en Fernando Alonso voorbij. En we vallen dus terug naar plek nummer 10. Maar op zich verliezen we geen positie. Want Sainz en Alonso doen allebei die 2-stop. Dus dat is niet zo heel raar. En de nummer 3 is Gasly. En die doet ook de 2-stop. Die hebben mij ingehaald. Dus ik heb niet effectief een positie verloren. Want Tsunoda en Ocon zitten nog steeds achter mij. Maar eerst had ik een gat van 2 seconden op Hamilton en na de pitstop 4,5. Dus ik heb 2,5 seconden verloren omdat mijn team mij een rondje te laat naar binnen haalt. En ik word er echt gek van dat ze mij altijd zo lang buiten houden, waardoor ik altijd geundercut word door iedereen. Behalve als ik zelf het anders doe. Als wij hier inmiddels aan het jagen zijn op Alonso, we doen een soort switchback in bocht 1, waardoor we het echt een vele betere exit hebben. Hij remde zich veel te laat in, waardoor we het opschuiven naar plek 9. Want besef wel, Alonso rijdt hier natuurlijk alweer op oude mediums. Als in mijn is een gloedje nieuw. En hij heeft er alweer een rondje of 4-5 op zitten, omdat hij natuurlijk die 2-stop doet. En dat laat wel zien dat die 2-stop voor Fernando waarschijnlijk niet gaat werken, want hij moet nog een keer stoppen en wij niet. En natuurlijk, als hij dadelijk stopt, komt hij op verstere banden naar buiten en gaat hij sneller zijn dan wij. Maar gaat hij een gat van 20 seconden goed kunnen maken, die hij dus verliest door die extra pitstop? Nou, ik denk het niet, want nu inmiddels iedereen vliegt hem voorbij, ook Yuki Tsunoda. En dan zie je dus dat die 2-stop niet werkt, want ook zijn teamgenootje Ocon, die wel op de 1-stop zit, gaat hem uiteindelijk nog voorbij. Dus geen lekkere strategie voor Fernando Alonso en daarmee ook gelijk voor Pierre Gasly. En Sainz en Vettel, die er dan weliswaar niks aan kunnen doen, want die hadden gewoon een nieuwe voorvleugel nodig, dus die moesten naar binnen. Maar Gasly en Alonso, de enige twee samen met Raikkonen die ergens achteraan rijdt, die vrijwillig een 2-stop hebben gedaan. En Gasly zit dus nog voor mij. Dus hier dacht ik opeens, oké, dan is P8 is dus mogelijk. En misschien zelfs P7, want Sainz, die is al veel sneller dan ik ben. Maar die moet ook die 2-stop doen, omdat hij ook die voorvleugelschade had. Ja, dan zit er zomaar opeens echt een dikke puntenfinish in. Moeten we wel weten om Tsunoda achter ons te houden. Als we inmiddels zien dat Lando Norris aanvalt voor ons bij Lewis Hamilton. Lewis Hamilton die echt problemen heeft, man, met die voorvleugel. Heeft hem niet laten vervangen, maar wordt hij gewoon voorbijgereden door een McLaren. Zit ook al achter Gasly. Die is geen goede rondetijden aan het neerzetten. Dus dat is ook nog wel een ding om rekening mee te houden. Maar hij zit wel 8 seconden voor ons. En je ziet eigenlijk die mannen allemaal bij ons wegrijden. Ook Sainz, ook Hamilton. Allemaal rijden ze bij ons weg als wij hier inmiddels een gele vlag achter ons krijgen. En dat komt omdat Esteban Ocon in de problemen zit en zijn auto moet parkeren aan het einde van het rechte stuk. Als wij inmiddels worden opgejaagd door Yuki Tsunoda en mijn ERS is leeg. En het probleem is dat je dus 3 keer achter elkaar DRS hebt. En als ik me dan ook nog verrem, dan is dit het moment dat Tsunoda ons wel voorbij gaat komen. Heeft hij weer DRS en er is dan bijna niet te verdedigen. Je bent gewoon de sitting duck. Op het moment dat jij geen DRS hebt, hij wel, en mijn batterij ook nog eens leeg is, dan is het gewoon kansloos. En Tsunoda, ja, besef, Gasly rijdt gewoon op dit moment wel op plek, 5. Ja, dat is gewoon wel echt hoog. Die Alfa Tauri is echt wel goed. Als we hier dus zien dat de Renault-motor van Ocon ermee ophield in zijn Alpine. Raikkonen klapt er nog bijna bovenop. Die ziet ook niet dat hij daar vol aan het roken is. Maar goed, het zal allemaal wel. Ocon valt uit, lag achter ons, geeft ons dus geen positie. En wij inmiddels teruggevallen naar plek 10. Maar nu krijgen we het andersom natuurlijk, dat ik dit bij Tsunoda kan gaan doen. Als inmiddels Gasly naar binnen gaat voor zijn 2e stop, die gaan wij dus inhalen. Die doet hier zijn 2e stop, maar komt dan wel, en dat zie je hier goed, achter ons terecht. Een seconde of 4. Met nog 12 rondjes te gaan op verse banden, terwijl dat onze banden 10 rondjes oud zijn. Daar kan Gasly dus nog best wel wat doen. En ik weet dus nu van, oké, ik ga wel druk krijgen van achter. Dus ik moet eigenlijk die Tsunoda weten te pakken. Maar op dit moment, mijn benzine was bijna leeg. Ik had nog maar 0,03 rondje extra. En mijn ERS zat nog maar op 10%. Dus wat je hier ziet, ik ben aan het liften. Ik ben benzine aan het sparen. Ik ben constant die ERS aan het gebruiken die ik krijg op Tsunoda. En gebruik zelf bijna geen batterij. Ik ga alles sparen. Ik ga mijn batterij sparen, ik ga mijn benzine sparen, et cetera.
En ondertussen gaat Sainz voor mij ook naar binnen voor de tweede keer. En daarmee pak ik dan weer voor nu even in ieder geval een positie. Want die twee mannen die komen mij van achterhalen. Maar net had ik maar 0,02 rondje extra benzine en 10% ERS. En kijk dan, 3 rondjes later. Ik kan Tsunoda bijhouden omdat ik toch constant die DRS heb. Ik gebruik misschien een beetje van mijn batterij. Ik lift rustig in die bochten, waardoor dat ik heel veel benzine bespaar. Nu heb ik bijna een kwart rondje extra benzine, dus heb ik niet meer het risico dat ik hem anders niet uit kan rijden. Want oprecht, ik had het niet gehaald als ik was door blijven rijden hoe ik op dat moment reed. En ik had Tsunoda al lang in kunnen halen. Want als jij DRS hebt en je hebt ERS, dan vlam je er gewoon voorbij. Want dan is hij kansloos. Dat is precies zoals hij mij inhaalde. Dan ben je de sitting duck. Maar ik besloot gewoon bewust elke keer niet in te halen, te liften, weinig batterij te gebruiken om nu gewoon een volle batterij te hebben. Meer dan voldoende benzine om ook nog eens de laatste 8 rondjes uit te rijden. Op het moment dat Gasly aansluit denk ik, bam, dit is mijn moment, nu moet ik hem pakken. Dan ga ik wel mijn batterij gebruiken, dan ga ik wel vroeg op het gas, dan lift ik niet en vlieg ik de Tsunoda voorbij. En mijn hoop was eigenlijk, na het opsparen van dit alles, dat Gasly nu even een rondje klem zou komen te zitten achter Tsunoda, waardoor ik een gat zou kunnen slaan. Dat lukte helaas niet, want Gasly gaat Tsunoda ook meteen voorbij. Dus toen wist ik wel, Gasly komt hier op zijn versere banden, want die heeft natuurlijk die 2-stop gedaan. Die gaat nu wel als een gek op mij jagen. Ik had gehoopt dus dat ik een klein gat zou kunnen slaan, maar je ziet hier dat hij er meteen ook voorbij is. En dus meteen de jacht op mij inzet. En ik wist hier ook, kijk, het is nog 6 rondjes, dus ik kan wel gaan proberen mijn batterij te gebruiken en alles te doen. Maar hij heeft 3 keer DRS per rondje en ik 0. Dus hij kan alles sparen en extra gebruiken. Kijk, ik probeer wel een beetje een slipstream te breken. Maar dat is niet te doen. Dit is echt kansloos. Dus uiteindelijk gaat Gasly me hier voorbij. Ik wil me nog niet te snel gewonnen geven. Maar ja, dit hou je geen 6 rondjes vol op deze manier. Dus kijk, rondje 30 gebeurt het nog niet. Maar dan weet je wel, dan komt hij een bocht later. En hier doet hij het dan ook aan de binnenkant. Ik ga een beetje diep hier bocht 5 in. Of bocht 4 is het. Bocht 4. Ga ik diep in en dan komt hij me aan de binnenkant voorbij. Ik laat daar ook een soort gat, omdat ik me dus eigenlijk een beetje te verremmen. Ik ben te veel aan het battelen met hem. En eigenlijk is dat zonde, want ik had zo goed mijn batterij, mijn benzine en mijn banden gespaard, dat het zonde was om dit weg te gooien in zo'n gevecht. Als je inmiddels ziet dat Sainz aan het vechten is met Tsunoda. Tsunoda zit op dit moment 0,9 seconden achter mij. En dit is het gevecht wat zij doen, ongekend. Sainz is denk ik de eerste man ooit die een inhaalactie maakt in Oostenrijk in bocht nummer 9. Maar hij zet hem er gewoon naast bij Yuki Tsunoda. Sainz natuurlijk ook op vele versere banden, ook een 2-stop gedaan in tegenstelling tot Tsunoda. Alleen het gat, kijk dan nu even, dit is 2 bochten later, is in 1 klap 2 seconden. Omdat dus zij met elkaar aan het vechten zijn. Dus toen dacht ik, het is nog 4 rondjes. En misschien lukt het me dan wel om Sainz van me af te houden. Want in theorie was Sainz ook veel te snel voor mij. Net zoals dat Gasly te snel was. Maar nu draait het verhaal zich om. Ik had nu constant DRS en Gasly had geen DRS, dus ik kon weer lekker mijn batterij sparen en lekker met de DRS toch aansluiting houden. Als overigens voor ons Latifi even uitvalt, dat ging echt nog bijna mis. Maar goed, Latifi verlaat de race ook. Nou, dat boeit helemaal niemand, want die lag toch ergens laatste. En wij kunnen dus ondertussen best aansluiting houden met Pierre Gasly. En ik heb gewoon ook best veel batterij over. Dus ik plande hem helemaal. Terwijl dat je voor ons ook linksboven kun je het zien, Hamilton en Norris met elkaar ziet vechten. Ingaan bocht nummer 3. Ben ik ook gewoon helemaal confident dat ik Gasly kan gaan pakken. Ik denk, dit is het ene laatste rondje. Als ik hem nu pak, ik ga gewoon paars in sector 1. Omdat ik zoveel van mijn batterij kon vragen. Omdat ik al mijn systemen, al mijn batterijpower, alles kon pompen. Pak ik hier gewoon Gasly in de ene laatste ronde. En ik had het helemaal zo uitgetimed. 3 rondjes heb ik alles weer lopen sparen. Heb ik niks geks gedaan. Dan heb ik gewoon gevolgd om vervolgens te plannen in rondje 35. Dit is mijn moment. Hier ga ik hem pakken. Want vervolgens hoef ik hem nu nog maar 1,5 rondje achter me te houden. En dan pak ik gewoon P7 in deze Grand Prix. Dat zou echt bizar zijn. Maar het feest is dan nog niet over. Kijk eens even linksbovenin of rechts nu in het scherm. Lando Norris is naar binnen in de allerlaatste ronde. Ik zei nog, hij is aan het vechten met Lewis Hamilton. En daar is iets gebeurd in bocht 3. Waarschijnlijk is Norris zijn voorvleugel verloren. Als wij hierin gaan, rondje nummer 36, de laatste ronde, pakken wij P6. Omdat Norris een pitstop moet maken, omdat hij schade heeft. Maar dan, godverdomme. Ik dacht, ik kan hem nog van me afhouden. Maar ik pak Gasly me uiteindelijk toch terug. Ik had die aanval misschien nog een rondje later moeten plannen achteraf. Was dat misschien dom geweest om het in de ene laatste ronde te doen. Want dan kreeg hij nog een kans om mij terug te pakken. En ik zei het al, als jij geen DRS hebt en hij wel op dit circuit, dan is dat haast niet te doen. Maar natuurlijk betekende dit wel dat ik op de allerlaatste DRS-zone weer DRS op hem kreeg. Ik had nog zoveel batterij. Ik dacht,
fully send it in bocht 4. En ik zet hem aan de binnenkant van Pierre Gasly. Sainz snoept hem dan nog zelfs mee. En een blamage, een drama voor Pierre Gasly. Die 2 posities verliest in 1 bocht. En dat ook nog in de laatste ronde van de Grand Prix. Je ziet, hij stuurt toch gewoon naar buiten. Ik heb geen idee, hij gaat gewoon netjes aan de kant. Voor Carlos Sainz. Hier zie je nog eens vanaf mijn auto. Fully sended. Alles van mijn batterij gebruikt. En uiteindelijk is het mijn voordeel dat ik gewoon die paar rondjes achter Tsunoda en daarna achter Gasly alles heb lopen sparen. Waardoor mijn banden nog goed waren. Waardoor ik geen stress had om benzine, maar wel een lichte auto. Omdat ik gewoon een goed leeg heb gereden. En ik had nog meer dan voldoende batterij over. En hier op het einde kan eigenlijk niks meer misgaan. Want normaal zou ik zeggen, op dit stuk kun je niet inhalen. Dan moet ik wel zeggen dat Sainz het gewoon deed ten opzichte van Tsunoda. Dat wist ik op dit moment tijdens de race niet, maar dat zag ik daarna pas. Maar uiteindelijk houden we hem achter ons en pakken we gewoon, en het is echt te bizar voor woorden, plek nummer 6. Een knijterzieke revanche die we hier rijden, à la Lewis Hamilton. Vanaf plek 18 naar plek 6. Verstappen wint voor Leclerc en voor Valtteri Bottas. En ik word dus 6e. Maar als we gaan kijken, kijk, het is ook niet dat er hele gekke dingen zijn gebeurd. De nummer 2, Perez, is uitgevallen. Dus dat is al een gratis positie die we pakken. Sainz, schade gehad aan de voorvleugel. En daardoor een 2 stop, maar ook gewoon schade gehad. Dus logisch dat we die pakken. Gasly, vrijwillig naar de 2 stop. Dom, dus gepakt. Tsunoda, oké, die hebben we gewoon op de baan gepakt. Dat kan altijd. Norris, schade gehad in de allerlaatste ronde, dus extra triest. Op die manier hem gepakt. 2 keer schade gehad zelfs op Norris. Alonso, ook op de 2 stop, eigen schuld. Raikkonen, 2 stop, eigen schuld. Vettel, ook schade gehad. Zoveel mensen met schade. En je weet het, schade en fouten in de strategie. En dan kun je gewoon heel makkelijk zien. Maar weer, als je zelf niks verkeerd doet, kun je heel makkelijk goed scoren op het moment dat de rest fouten maakt. En dat gebeurde vandaag. De een na de ander. Latifi, Ocon, Perez en Mazepin vallen ook nog uit. Schumacher een 3 stop gedaan. Ik weet niet wat daar allemaal is gebeurd. Maar dat is ook niet helemaal goed verlopen. En we pakken dus veel punten. En dat is lekker. We schuiven nu op naar 18 punten. Blijven 10 in het klassement. Het gat met Gasly is best wel groot. Lopen nu dus wel iets op hem in. Want we zijn 1 positie voor hem geëindigd. Bottas haalt Perez in. Perez natuurlijk 0 punten gescoord. En Red Bull blijft de leider in het constructeurskampioenschap. En dit is ook wel ziek. Ik sta nog 1 puntje achter op Alonso. En we hebben nog 1 race resterend. En het gaat om 1100 faam. Dus dat is best belangrijk. Want dat heeft weer te maken met sponsoren. Want als je hem verliest, gaat er ook 1100 faam af. Dus dan zou je zo een level kunnen zakken. Wil je niet hebben. Uiteindelijk halen we al onze sponsordoelstellingen. We beantwoorden 4 vragen. That's it. En we krijgen er dus 9 ton bij. Dat is wel gewoon lekker. Het totaal gaat nu naar 4,59 miljoen. En daarmee gaan we iets doen in de volgende aflevering. Ik hoop jullie dan weer te zien. Tot de volgende keer. En later, mensen.